Goedenavond, welkom bij de tweede aflevering van ons gloednieuw programma De Schat. Maandag heb ik het al uitgelegd. Bedoeling is dat we met De Schat verder doordringen in het boek Handelingen. En dat we dat doen via een ontsluitingsspel. In de zin dat je op maandag een zinnetje krijgt uit het boek Handelingen, maar in geheimtaal. En spelenderwijs krijgen we maandag, als de presentator het goed doet tenminste, sleutels die het makkelijker maken om dat zinnetje uit het boek Handelingen te kunnen lezen. Dat gebeurt met gezelschapsspelletjes en met de hulp van een hulplijn enzovoort. We hebben het maandag allemaal uitgelegd. Vandaag gaan we wat dieper in op de omkadering van dit spelprogramma. We zullen telkens starten, elke aflevering van De Schat, met het gebed. Bidden aan tafel met de bisschop, weet u het nog? Of het avondgebed aan het eind van de kruk. Zoveel mensen hebben ons laten weten dat ze die initiatieven enorm geapprecieerd hebben. Dat ze blij waren met niet alleen dat er een gebed was dat ze konden zien, maar een gebed waaraan ze konden deelnemen. Dat vertrok van op het scherm, maar binnenkwam in de huiskamer. Een heel aantal mensen heeft overigens tijdens de laatste week van de kruk een bericht gelaten dat ze het zo spijtig vonden dat in die laatste week dat gebed geen deel meer uitmaakt van het programma. Mooi toch, dank u wel ook om daar zo intensief aan mee te doen. Zelfs onze cameraman heeft laten weten dat hij dat gebed zo geapprecieerd heeft. En meer bepaald dan het gegeven dat aan het eind van dat gebed de uitnodiging werd gegeven om elkaar een kruisje te geven. En als ik het goed begrijp, Guido, heb jij dat met Rita dan vanaf dan ook elke avond gedaan. Mooi. En dus gaan we ook in De Schat bidden, maar op een heel andere manier. Wat overigens niet wil zeggen dat je mag stoppen met dat kruisje te geven. Hè. Blijf dat maar doen. Hè. Maar wij willen nu een ander soort gebedsimpuls geven. We zullen elke aflevering starten met een gebed. Een gebed dat we hebben ontvangen van medewerkers van leesgroepen. We hebben namelijk met de enquête, weet je nog, ik heb maandag uitgelegd dat we een enquête hebben gedaan voor de schattingsvraag van De Schat. Met die enquête hebben we ook de vraag gesteld, geef eens een gebed door dat jij mooi vindt, zinvol vindt of diep vindt. En we hebben dus heel wat van die gebeden doorgekregen en we zullen elke aflevering starten met zo'n gebed. En daarmee hopen wij verschillende vergaderingen, groepen en mensen te inspireren om bijeenkomsten inderdaad biddend te starten. Het is goed dat wanneer we samenkomen in het kader van ons kerk zijn, dat we dan vragen om Gods aanwezigheid en zijn verbondenheid voelen. En daarin wil De Schat inspireren. Wat doen we na het gebed? Op maandag krijgen we de zin in geheimschrift voorgeschoteld. En wij hopen dat, al dan niet met de sleutels die de presentator heeft gewonnen, dat u vanaf maandag aan het zoeken gaat. Dat u probeert zo snel mogelijk te ontdekken welke zin uit Handelingen daar wordt gepresenteerd. En als u nu denkt, ja, maar die zin die wordt dan wel getoond in geheimschrift aan het einde van de maandagaflevering, maar moet ik dan elke keer op YouTube dat terug gaan zoeken? Nee, u kan er heel rechtstreeks naar terug gaan op het internet via de website handelingen.be. Daar staat onder de juiste titel het zinnetje in geheimschrift. Gewoon voor u om er de hele tijd op te zitten kijken tot u het antwoord weet. Overigens is die site handelingen.be ook echt wel een aanrader om te kijken welke andere activiteiten er zijn omtrent Handelingen van de Apostelen in ons bisdom en welke andere schatten u nog kan ontdekken om u daar verder in te verdiepen. Nu, als u het antwoord gevonden hebt, dan kan u dat opnieuw doormailen, zoals in de tijden van de kruk, weet u nog, die mooie zomer die we gehad hebben met de kruk.
En de oplossing kan u telkens doorsturen naar deschatvanhandelingen@gmail.com. Deschatvanhandelingen@gmail.com. Wie als eerste het juiste antwoord vindt, wint een leuke prijs. En als u 13 weken lang deelneemt, dan mag u ook een attentie verwachten. Op dat vlak is deelnemen inderdaad veel belangrijker dan winnen bij de schat. Hoe ziet zo'n donderdagprogramma er dan uit? Op donderdag beginnen we met te ontdekken over welke zin het gaat. Dus we ontcijferen dan het geheimschrift, mocht u het antwoord nog niet gevonden hebben. En dan lezen we dit vers in zijn context, in het deel van Handelingen. En nemen we even de tijd om stil te staan bij wat die tekst zegt. De presentator mag daar dan ook op ingaan wat die tekst voor hem betekent. Maar we hopen dat dat ook een impuls is voor u om echt in die tekst te gaan staan. Af en toe zal de presentator trouwens heel uitdrukkelijk vragen: en jij, wat is voor jou belangrijk en wat heb jij op dat vlak ervaren? De bedoeling is echt wel om donderdag te beleven als een moment waarop die tekst van Handelingen binnenkomt in ons eigen leven. En we hopen u daarmee aan het denken te zetten. Aan het eind van de donderdagaflevering ontvangt u een belangrijke tip. De tip namelijk uit welk hoofdstuk de zin van de volgende week komt. De zin, weet je wel, die in geheimschrift op maandag wordt gepresenteerd. U kan al in het weekend op zoek gaan naar uit welk hoofdstuk die zin komt. Pas op, we gaan dat niet gewoon zeggen, hè, op donderdag. Volgende week hoofdstuk 34. Dat bestaat trouwens niet in Handelingen. Hoofdstuk 34. Nee. We gaan een tip geven dat u wat moet zoeken en wat moet nadenken en dat u zich niet verveelt in de loop van het weekend. En als u dan dat hoofdstuk gevonden hebt, dan raden we u aan om dat hoofdstuk eens goed te lezen. Zelfs met een fluo-stift te doorlopen. We hebben niet voor niets een werkschrift, hè. U kan aanduiden en dingetjes ernaast schrijven en zo. Doe dat maar elke keer met dat hoofdstuk dat wordt aangekondigd op donderdag. Dan zal het allemaal veel duidelijker worden voor u op maandag. En hebt u zelfs een geweldige voorsprong waarschijnlijk op de presentator die toch geen tijd heeft gehad om dat hoofdstuk fatsoenlijk te lezen. En aangezien het donderdag is en we maandag voor echt beginnen, mag ik jullie nu een tip geven over het hoofdstuk van volgende week. En dat hoofdstuk van volgende week is hetzelfde hoofdstuk waarmee we de laatste competitieaflevering van De Kruk hebben gemaakt. Weet u nog, niet de afsluitende week, maar de week waar we de bisschop gezien hebben in zijn rolstoel op de Kruiskesberg in Bevel, in Bevel. Dat hoofdstuk, dat is waar we volgende week mee zullen starten. Dus, aan het lezen gaan, zou ik zeggen. En die tekst, laat die maar echt op u afkomen, hè. We zijn nog altijd in het kader van neem en lees in het project van de Handelingen van de Apostelen. Trouwens, ik heb het geheimschrift van volgende maandag al gezien. En ik heb er mijn hoofd over gebroken, zonder de sleutels. En het toch gevonden. Dus het kan. Vlieg er maar in. Het wordt een schat van een programma.